Voorzitter, we zijn op het verdrietige en onacceptabele moment aangekomen dat een universiteit in de hoofdstad van ons land haar deuren heeft moeten sluiten. Omdat het bestuur de veiligheid van haar studenten niet langer kan garanderen. Voorzitter, afgelopen woensdag stond ik zelf bij de Universiteit van Amsterdam. Tussen de relschoppers, de antisemitische posters, barricades vol stenen uit de straat en de kunst van de muur. Ik zag met eigen ogen hoe politieagenten meermaals opriepen om te vertrekken. En hoe Engels sprekende, gemaskerde relschoppers, inclusief Amsterdamse raadsleden, vanaf het dak de groep opzweepten. Vervolgens heeft heel Nederland mee kunnen kijken hoe de demonstraties zijn uitgemond in rellen, geweld tegen de politie, slooptochten, antisemitische leuzen en intimidatie van journalisten. Met als dieptepunt, echt het ultieme dieptepunt, de beelden die wij gisteren zagen, waar onze universiteit geheel van binnenuit werd gesloopt met miljoenen euro schade tot gevolg. Voorzitter, ik heb een hele bijdrage voorbereid, maar ik denk dat mij iets van het hart moet. Ik heb de afgelopen dagen, en ik hoop heel veel mensen met mij in dit huis, beelden ontvangen van Joodse studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Die niet meer naar de universiteit durven. Ik heb screenshots gezien van beelden, van oproepen, met namen die worden gedeeld, waar we rekening mee moeten houden. Decanen. Die aangeven dat we misschien maar met maillijsten moeten gaan werken met Joodse leerlingen. Dat als shit is hitting the fan, dat we een oproep kunnen doen om thuis te blijven. En dat is het moment waar wij als land zijn aanbeland, anno 2024. Het zou toch echt zo moeten zijn dat in Nederland iedereen vrij toegankelijk toegang heeft tot onze universiteit. Waar je ook vandaan komt, wat je afkomst ook is. En dat we elkaar niet verantwoordelijk houden voor een verschrikkelijk conflict aan de andere kant van de wereld, in dit land. In een huis waar we het debat zouden moeten voeren met z'n allen. Wat je ook vindt, aan welke zogenaamde kant je ook staat. En mijn vraag is ook aan de minister, wat gaan we doen om te voorkomen dat dit doorgaat? Wat gaan we eraan doen om te zorgen dat iedereen weer terug kan naar de universiteit en de deuren morgen worden geopend? De minister. Voorzitter, dank. Er is helaas ongelooflijk veel aan de hand in de wereld momenteel en conflicten die mensen zorgen baren. Ook studenten en in ons land kun je die zorgen uiten, kun je laten weten dat je het ergens niet mee eens bent en aandacht vragen voor zaken waarvan je vindt dat er te weinig aandacht voor is. Maar voorzitter, ik deel wat mevrouw Martens-Amerika zegt. Dat is niet wat we afgelopen week hebben gezien. We zagen een universiteit die werd overgenomen door relschoppers, die journalisten belaagden, agenten met stenen bekogelden en zelfs met ammoniak, die gebouwen sloopten en, dat is nog het allerergste, die ervoor zorgen dat Joodse studenten en wetenschappers zich niet meer veilig voelen in hun eigen universiteit. Dat zijn geen demonstraties, voorzitters, dat zijn rellen. 1,5 miljoen schade las ik gisteravond. Ik ga hier dan ook niet blijven toelichten, uitleggen dat demonstreren mag. En dat het een enorm groot goed is, dat weten we. Voorzitter, het was naar wat hier gebeurde. En ik heb er met afschuw naar gekeken, net als mevrouw Martens en vele mensen met ons. Dit was ronduit onacceptabel. Universiteiten hebben de verantwoordelijkheid om de gang van zaken op de campus ordelijk te laten verlopen. Dat betekent dus ook dat je een grens trekt wanneer dat niet meer het geval is. En inmiddels is er een demonstratieprotocol opgesteld, die is vanochtend gepubliceerd, waarmee universiteiten dezelfde uniforme lijn trekken over welke afspraken er gelden rondom protesten. En ik vind het belangrijk, voorzitter, om dan te zeggen dat ze die lijn ook moeten trekken. Wordt die grens overgegaan, dan is het aan de universiteit om in te grijpen en vervolgens, als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden en de openbare orde ernstig wordt verstoord, dan is het aan de lokale driehoek. Die bepaalt of en hoe er wordt ingegrepen. Mijn collega Dijkgraaf, die hier ongetwijfeld graag had gestaan, maar op dit moment verplichtingen heeft in de Eerste Kamer, heeft de afgelopen week intensief contact gehad met de UvA en andere instellingen naar aanleiding van deze rellen. Zodat duidelijk is wat we wel en niet accepteren. Juist om rellen van demonstraties te onderscheiden. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat het goed is om afspraken te maken met studenten. Wat wel en niet kan.
En ik zeg er nadrukkelijk bij met studenten, voorzitter. Niet met gemaskerde, Engels sprekende onbekenden die eisen stellen, zoals het openbaar maken van banden met Israëlische instellingen of wetenschappers. Voorzitter, afrondend. Wij staan in nauw contact met universiteiten over hoe we dergelijke situaties voorkomen. En we blijven in gesprek met diegenen die wel op een beschaafde manier binnen de grenzen van de wet hun mening kenbaar maken. En voorzitter, dan wil ik heel graag nog expliciet ingaan op de vraag, de emotionele en prangende vraag van mevrouw Martens op het laatst ook, over de veiligheid van Joodse studenten en ook Joodse docenten. U weet, mijn portefeuille is primair en voortgezet onderwijs. In dat kader spreek ik ook met veel leerlingen en veel docenten, veel juffen en meesters. En ik herken helaas die verhalen. En wat belangrijk is, dat we ons vanuit hier blijven uitspreken dat jodenhaat en antisemitisme onacceptabel is. En dat we samenwerken met de onderwijsinstellingen, zodat zij ervoor zorgen dat die veilige omgeving, die veilige leeromgeving en werkomgeving er ook is. Juist voor die groepen die tot kleine kwetsbare minderheden behoren, zoals Joodse studenten en docenten. En ik ga deze zorg, ik weet dat collega Dijkgraaf daar oog voor heeft, maar ik ga dit nog eens extra bij hem onder de aandacht brengen, omdat hij dit in zijn gesprekken met universiteiten en hogescholen hoog op de agenda moet houden. Want het is onacceptabel dat Joodse studenten, Joodse docenten, maar ook Joodse leerlingen zich onveilig voelen en niet meer naar school of naar de universiteit durven gaan. Dus dit leid ik ook zeker door en nou bij deze, die toezegging doe ik. Dan had mevrouw Martens volgens mij ook een vraag over, mevrouw Martens sprak haar afschuw uit over het feit dat die demonstraties er uiteindelijk toe leiden dat er nu geen onderwijs wordt gegeven. Ik denk dat het goed is dat het college van bestuur van de UvA verantwoordelijkheid heeft genomen en heeft gezegd, helaas kunnen we de veiligheid op dit moment niet borgen. En ze trekken daar een streep en ze gaan zich herpakken en organiseren wat nodig is om die veiligheid wel te kunnen borgen. In nauwe samenwerking ook met de lokale driehoek. Maar wat ik toch ook gezegd wil hebben, er zijn hierdoor een hoop studenten die gewoon geen onderwijs kunnen krijgen. En dat mogen we niet normaal gaan vinden. Dat is niet normaal. Onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen zijn bedoeld om jongeren dingen bij te brengen, om hen te verrijken. En iedereen wordt nu eigenlijk daarin belemmerd. En dat mogen we niet accepteren. Overigens wil ik wel gezegd hebben dat ik de keuze op dit moment van de UvA begrijp. Ja, voorzitter, ik pak toch mijn blaadje er even bij om mijn vragen niet over te slaan. En fijn dat de minister van Primair Onderwijs deze vragen weet te beantwoorden. Ik heb nog twee prangende vragen die ik toch wel wil hebben gesteld. Er zijn nu een aantal items naar buiten gekomen. Ik heb ook een aantal mensen gesproken die ook aangeven, ja, er stonden een aantal docenten vooraan. Die hebben onderhandeld. Geen ruimte voor Zionisten. Ik heb filmpjes gemaakt van Zionists are going down. Dat betekent dus eigenlijk dat er geen plek zou zijn, ook in de ogen van deze docenten, voor leerlingen die geloven in de Israëlische staat of in een twee-staten-oplossing, et cetera, et cetera. Deze mensen moeten volgende week wel weer in de klas bij deze docenten. En ongeacht alle protocollen en afspraken, et cetera, et cetera. Het subjectieve veiligheidsgevoel is natuurlijk niet altijd meetbaar. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat deze docenten in staat zijn om les te geven aan deze studenten? En wat gaan we doen met die studenten die aangeven, ik voel mij niet vrij en veilig bij die docent? Ja, voorzitter, een terechte vraag, hè? Want de docenten moeten zich heel goed bewust zijn van hun maatschappelijke positie, de positie die zij vervullen. En hoe dan ook is intimidatie, antisemitisme of geweld en andere onacceptabele uitingen vanuit docenten, dat mogen we niet accepteren. En voor een veilige leeromgeving hebben de onderwijsinstellingen daarom ook huisregels die nu verder zijn aangescherpt eigenlijk ook over de hele linie in het protocol dat vanochtend is verschenen. Wat ik verwacht is dat de besturen van deze onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat de omgeving waar zij verantwoordelijk voor zijn, dus de universiteit of hogeschool, dat die veilig is voor elke student
en elke docent. En dat ze dus ook het nodige doen, welke maatregelen dat dan ook zijn. Dat kan variëren als je de light variant hebt van met elkaar in gesprek gaan tot disciplinaire maatregelen. Dat ze dat hele palet inzetten om ervoor te zorgen dat die universiteit een veilige omgeving is voor studenten en docenten. En dan zou ik er nog aan willen toevoegen dat mocht het zo zijn dat studenten volgende week inderdaad weer in die collegebanken zitten en zich niet oké voelen, zich niet veilig voelen, dat ze zich dan vrij voelen om aan te kloppen bij vertrouwenspersonen. Die zijn er. Ook daar is in een breder kader is daar aandacht voor en daar zijn mensen voor, experts. Ik vind het verschrikkelijk dat het nodig is om dit te adviseren, maar maak daar gebruik van als je het gevoel hebt dat nodig is. Dat zou ik willen zeggen. Ja, voorzitter, ik heb een slotvraag. Ook dank aan de minister voor deze beantwoording. En ik ben blij te horen dat zij ook het vertrouwen heeft in deze besturen. Ik maak mij daar enigszins zorgen over. Ik heb het ontluisterende Nieuwsuur-interview gezien met de rector van de UvA. Die moest toegeven geen idee te hebben met wie die heeft onderhandeld. Gisteren hebben we de plunderingen gezien waar er ook voor was gekozen om geen beveiliging in te huren. En mijn laatste vraag aan de minister. Is de minister ervan op de hoogte of weet zij welke plannen er zijn om te zorgen dat er volgende week daadwerkelijk wel beveiliging aanwezig is wanneer de deuren van onze vrije universiteiten weer opengaan? Dank u wel. Ja, voorzitter, ik ben niet op de hoogte van de details. Ik weet dat de universiteiten daarmee aan de slag zijn. Ik weet ook dat collega Dijkgraaf daar echt meerdere keren op een dag contact over heeft en ook zijn ambtenaren. Vanavond is er nog weer een overleg, weet ik. En ik denk, althans dat is wat ik ook van harte hoop, dat alle ellende die we de afgelopen dagen hebben meegemaakt ook een harde leerschool zijn voor de besturen om te zien dat een aantal zaken strakker geregeld moet worden. Dat die grens waar ik het in mijn introductie over had, als je een streep trekt, moet je ook een streep trekken en daar vervolgens naar handelen. Dat ook inderdaad wel is binnengekomen. Overigens staat bijvoorbeeld ook in dat protocol, ik heb het gelezen, ik ken het niet van A tot Z uit mijn hoofd, maar bijvoorbeeld gezichtsbedekking en het niet in gesprek gaan met mensen die, ja, je moet als je die gesprekken aangaat, zou ik willen zeggen, moet je dat met open vizier doen en niet met allerlei vreemde gezichtsbedekking. Dat soort zaken staat ook in dat protocol en ik hoop dat dat de handvatten biedt voor die bestuurders, voor die verschillende instellingen, om het op een betere manier te kunnen organiseren. Dank u wel. De heer Paternotte. Dank voor de van de minister, want het geweld, de vernielingen, intimidatie van Joodse studenten, antisemitische leuzen, het is onacceptabel en we moeten daar een streep tegen trekken. Het is heel belangrijk dat dat gebeurt. En voorzitter, ik wil graag ook dat onderscheid maken, want er zijn natuurlijk heel veel studenten die vreedzaam willen demonstreren tegen die verschrikkelijke oorlog. En die zijn nu ook het slachtoffer van wat er gebeurt. Net als de studenten die niet de lessen in kunnen komen omdat de universiteit dicht moet. Dus mijn vraag is voor die mensen die gewoon van hun demonstratierecht, een heel belangrijk recht in Nederland, gebruik willen maken, die dat vreedzaam willen doen. Wat is de boodschap van het kabinet naar hen? En wat kunnen we ervoor doen dat zij niet steeds in een situatie komen dat ze hun punt willen maken, maar dat er relschoppers bijkomen die het voor hen onmogelijk maken en soms zelfs betekenen dat zij zelf verdreven worden? Ja, voorzitter, ik ben blij met deze vraag, want mijn introductie was volgens mij al, ik zag u kijken, al een beetje aan de lange kant. Dus dit geeft me de kans om daarop in te gaan. Wat de heer Paternotte aanstipt is heel terecht. Je moet het onderscheid maken tussen het recht op demonstratie, om te demonstreren, vreedzaam demonstreren, en anderzijds de groepen van railschoppers. En ik denk dat het heel belangrijk is en een groot goed dat je in Nederland de vrijheid hebt om te demonstreren, dat je binnen de kaders van de wet kritisch mag zijn, dat je juist in academische kringen op het scherpst van de snede het debat en de dialoog mag voeren, maar dat dat altijd, zoals ik al zei, binnen de kaders van de wet moet gebeuren. En ik zou iedereen die behoefte heeft om zijn mening te laten horen ook vooral oproepen dat te blijven doen. Op een passende manier, op een waardige manier, een respectvolle manier, zodat je in een veilige omgeving het ook hardgrondig met elkaar oneens kunt zijn. Dus die oproep wil ik doen. En tegen alle studenten die nu op dit moment geen onderwijs kunnen volgen, want we hebben het over 2 dagen en sommige mensen kunnen dan zeggen, ja, maar 2 dagen. Maar wie weet, de examens staan voor de deur. Het is belangrijk om het ritme dat je hebt om met je studie aan de slag te gaan, om dat te kunnen vasthouden. Dus ik hoop dat we heel snel terug kunnen naar normaal en ik zou al die studenten een hart onder de riem willen steken. Ja.
De Krul. Ja, voorzitter, het is 2024 en een universiteit in onze hoofdstad geeft aan de veiligheid van haar studenten niet te kunnen garanderen. Het is eigenlijk van de zotte, het is van de zotte. En het meest krankzinnige is dat de echte schokgolf die dat zou moeten veroorzaken, dat die eigenlijk al geweest is. En ik begrijp dat de minister zegt, ik heb begrip voor het besluit dat de deuren sluiten. Maar dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Nooit meer gebeuren. En ik hoor de minister zeggen, het staat hoog op de agenda van mijn collega. We nemen dit mee in de gesprekken. Maar wat voor rol ziet dit kabinet voor zichzelf weggelegd om te garanderen dat studenten, dat jongeren in Nederland ten alle tijden gebruik kunnen maken van onderwijs. En dat zoiets als wat we vorige week gezien hebben, nooit meer gebeurt. Ja, voorzitter, ik ben het volledig eens met de heer Krul. En ik heb er vertrouwen in dat doordat de universiteiten en hogescholen met elkaar in gesprek zijn gegaan, ook gefaciliteerd en deelname vanuit het ministerie en vanuit collega Dijkgraaf, maar dat ze daardoor met elkaar scherper die grens zullen trekken. In dat protocol staan gewoon, voor mijn gevoel, nuttige handvatten die ze kunnen gebruiken en waarbij ik oprecht hoop, ook na de ellendige en verschrikkelijke ervaring van de afgelopen week, dat ze die grens sneller zullen trekken. Dus dat je aan de ene kant zegt, demonstreren mag, stevig debatteren mag, maar op het moment dat zaken dreigen te kelderen, op het moment dat de sfeer omslaat, dan moet je heel goed weten dat je daar een streep trekt en dat je op tijd ook schakelt met de lokale driehoek om die maatregelen te nemen die nodig zijn. De heer Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is echt ongerijmd dat een universiteitsbestuur in onderhandeling gaat met activisten die strafbaar feit op strafbaar feit stapelen. En ik wil de minister vragen of zij alles op alles wil zetten, of ze wil bevorderen dat die raddraaiers ook aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die is geleden. Ja, voorzitter, ik ben het met de heer Van Dijk eens, dat het bizar is dat je in gesprek gaat met gemaskerde mensen die onherkenbaar zijn en allerlei eisen op tafel leggen. Dat alleen al is heel bedreigend en daar zou je niet in mee mogen gaan. Ik denk dat dat ook wel de conclusie is achteraf gezien. En wat dat betreft is het uiteindelijk niet aan het ministerie van OCMW, maar zijn andere instanties ook bezig om te kijken hoe de raddraaiers ter verantwoording geroepen kunnen worden. Want daar is ze, ik blijf het herhalen, het vreedzaam demonstreren is één ding, maar mensen die herrie schoppen, die politie aanvallen, bedreigen, andere studenten intimideren, enorme vernielingen aanrichten. We hebben gezien 1,5 miljoen, maar ik verwacht dat die teller nog wel oploopt. Ja, dat is onacceptabel, dus daar moeten we heel hard tegen optreden. Ik begrijp de verschillende verantwoordelijkheden. Vindt de minister ook dat de raddraaiers, die studenten waar we het nu dus over hebben, dat die worden uitgeschreven? En zijn daar ook genoeg mogelijkheden voor? Ja, voorzitter, daar moet ik het antwoord schuldig blijven. Het punt is overigens ook, en daarom zei ik een beetje met klem in mijn introductietekst, studenten. Het is zeer de vraag of dat studenten zijn. Waar het uiteindelijk om gaat, en dat geldt voor elk strafbaar feit, dat je de mensen die een misdrijf hebben begaan, dat je die kunnen oppakken, dat je hen voor het gerecht wil kunnen slepen. Daar gaat het om. Het is niet een soort van groepsaanpak, maar je wil de raddraaiers ter verantwoording roepen. En ik ga er ook vanuit dat de diensten die daarover gaan, de professionals die daarover gaan, en dat zijn niet de onderwijsmensen, dat die daar al hun aandacht en energie op zetten. Zeker. Mevrouw Hertzberger. Ja, wat mijn fractie echt niet begrijpt, en ik denk heel veel mensen in Nederland niet, is dat de gemeente en de politie en zo, dat altijd nodig is. Waarom is de UvA nu niet in staat om zelf de veiligheid te handhaven binnen haar eigen gebouwen? Dus bijvoorbeeld om buitenstaanders te weren, om bij de ingang te controleren op collegekaarten, om niet alleen bij de rechter te kijken of de schade ter verhalen op studenten, maar ook om te kijken wat voor sancties er mogelijk zijn, om te schorsen en misschien zelfs van de universiteit te verwijderen wanneer studenten vernielzuchtig blijken. Waarom kan dat niet?
Voorzitter, ik denk dat door de opsomming van mevrouw Hertzberger het eigenlijk al best evident is. Dat vraagt ongelooflijk veel inspanningen die je misschien ook niet op een dergelijke plek allemaal moet willen. Waar het om gaat is dat de universiteit, en ik vind dat een groot goed, een plek is waar mensen in en uit kunnen lopen, waar allerlei bijeenkomsten plaatsvinden. En dat is over het algemeen een heel groot goed. Dat er nu sprake is van excessen, dat maakt dat we extra scherp hierop zijn, dat ook de universiteiten zich daarop beraden. Maar, en dat gebeurt dus bijvoorbeeld ook, hè, dat voor bepaalde bijeenkomsten identiteit wordt gecontroleerd en noem maar op. Maar laat ik het zo zeggen, het is op dit moment in ieder geval niet aan de orde om een groot hek om Roeters Eiland of een van de andere locaties te zetten. Omdat je uiteindelijk die flow die er is, normaal gesproken, op die universiteit, die wil je ook niet verstoren. Dat zou wat mij betreft ook heel zonde zijn. Ja, wij zijn ook helemaal voor die open sfeer, maar de universiteit is nu dicht. Er is helemaal geen toegankelijkheid. Er is geen open debat. De universiteit moest dicht. En de vraag is het nou echt niet mogelijk om bijvoorbeeld, en ik heb er zelf gewerkt, op Roeters Eiland, bij de voordeur, collegekaarten te controleren? En wat kan de minister nu doen, concreet, om donderdag gewoon die universiteit veilig weer open te laten, zonder dat er continu politie en de ME naar binnen hoeft te gaan? Ja, voorzitter, wat mijn collega Dijkgraaf in ieder geval gaat doen, is deze week nog een brief naar de Kamer sturen. Want ik heb begrepen dat er eerder ook Kamervragen waren, schriftelijke vragen over toegang en toegangscontroles. Daar refereert mevrouw Hertzberger volgens mij ook aan. En daarin zal hij hierover meer uit de doeken doen. De heer Blauw. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst hulde aan het kordate optreden van de ME tegen het antisemitische tuig wat dagenlang Universiteit van Amsterdam terroriseerde, voorzitter. Het is een schande dat zoveel goedwillende Joodse studenten niet onderwijs kunnen genieten. Ik wil mij aansluiten bij een aantal vragen over de veiligheidsgarantie van voorgaande sprekers. Ik wil daarnaast nog weten hoe de minister ervoor gaat zorgen dat in dit geval incompetente universiteitsbestuurders zullen worden gecorrigeerd of zelfs worden vervangen. Ja, voorzitter, de kwalificaties die laat ik voor rekening van de heer Blauw. Wat ik kan zeggen is dat collega Dijkgraaf heel intensief in gesprek is met alle bestuurders om ervoor te zorgen dat de excessen die we hebben gezien, die we allemaal onacceptabel vinden, al die voorvallen van geweld, intimidatie en noem maar op, dat die niet meer plaatsvinden. En hij heeft zich ook heel nadrukkelijk uitgesproken dat de bestuurders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Mevrouw van Santen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, BBB vraagt al meer dan een half jaar wanneer bestuurders van de universiteiten en ook de minister van OCW ingrijpen. En iedere keer krijgen we toch, met alle respect, een beetje een slap verhaal te horen en wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven, doorgeschoven. En nu zien we dus in Amsterdam aan de UvA, mijn alma mater, dat die 2 dagen dicht is. Ik vind het echt onbestaanbaar. We vragen ons af ook wat er in godsnaam nog moet gebeuren voordat er wel actie wordt ondernomen. En waar mevrouw Hertzberger het net over had, dat ging over een motie die ik samen met mevrouw van der Plas heb ingediend. En die is met ruime meerderheid aangenomen, namelijk een identificatieplicht. Ja. Ja. Wanneer gaat u die invoeren? En wanneer krijgen we daar een brief over? Ja, voorzitter, om direct op dat laatste in te gaan. Ik heb dat net even gezegd, maar de brief van collega Dijkgraaf die komt nog deze week naar de Kamer. Hij kan dat natuurlijk niet eigenmachtig regelen. Hij is daarover goed in gesprek met de verschillende instellingen om te kijken wat er mogelijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is, want ik snap helemaal wat mevrouw Van Santen zegt. Je wil een veilige situatie. Je wil dat het onderwijs ongestoord door kan gaan. En de situatie die nu plaatsvindt, waarbij het onderwijs 2 dagen stil ligt, al die vernielingen,
Al dat geweld, dat wil niemand van ons. Laat dat duidelijk zijn. Ik wil dat niet, collega Dijkgraaf ook niet. Als het gaat om die identificatieplicht, dan heeft dat nogal wat voeten in de aarde. Maar daar wordt naar gekeken en daar komt hij in een brief deze week nog bij u op terug. Ja, dank voorzitter. Een vervolgvraag over de railschoppers, de daders, als je zo mag ik ze geloof ik nog niet noemen. Maar veel van die duizenden railschoppers die lijken dus internationaal te zijn. Veel ook internationale studenten. Wat kan hier dan wel tegen gedaan worden? Want zij zitten hier op een studentenvisum. Van buiten de EU kun je volgens mij bij een strafbaar feit zo'n visum intrekken. En bij een student van binnen de EU en uit Nederland kun je met de onderwijsinstelling in gesprek gaan om studenten permanent te schorsen. Wat gaat het ministerie daarmee doen? Ja, voorzitter, voordat ik op dit soort maatregelen inga, wil ik er nogmaals op wijzen dat ik het ontzettend belangrijk vind om verschil te maken tussen inderdaad vreedzame demonstranten en railschoppers. En dan vervolgens te kijken hoe je die railschoppers het beste kunt aanpakken. Daar zijn onze diensten ook mee bezig. Die railschoppers, dat hoeven helemaal geen studenten te zijn. Ik moet een beetje denken, en ik wil het niet bagatelliseren, maar ik moet wel een beetje denken aan situaties die we bijvoorbeeld in het voetbal meemaken, waar 99,9% van de mensen naar een wedstrijd gaat om gewoon met plezier te juichen voor hun eigen clubpie, maar waar soms een klein deel van de mensen de boel verstiert en zorgt voor onrust en relletjes. Dat wil je niet. En hier is het wat mij betreft ongelooflijk belangrijk dat de mensen die zich hebben misdragen, die gewoon het verkeerde gedrag hebben laten zien, dat die ook worden aangesproken en aangepakt. En als ze student zijn en daar zouden consequenties aan verbonden kunnen worden, dan moeten we daarnaar kijken. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat het ook gewoon andere mensen zijn die zich melden omdat ze denken, lekker rellen hier. Ja, helaas. Zeker. De heer Eertmans. Voorzitter, dat laatste wat de minister zegt, dat durf ik wel te weerspreken. Als zij denkt dat 99% zich keurig gedroeg, dan zou ik alle beelden nog even terug gaan kijken. Ik geloof niet dat 0,1% 1,5 miljoen schade heeft berokkend rond het UvA. Dus ik hoop dat u die woorden herstelt. Ik had het over voetbalsupporters. Ik trok een kleine analogie. Ik weet dus altijd heel gevaarlijk om dat te doen. Maar ik had het over voetbalsupporters waar de meeste mensen met plezier een wedstrijd gaan kijken. En waar het En ik denk overigens, de grote groep die daar demonstreerde en voor ellende zorgde, is uiteindelijk een x-percentage van de totale studentenpopulatie. Waarbij ik ook nogmaals wil herhalen dat het zeer de vraag was of dat studenten waren. Sorry, voorzitter, als je de getuigen spreekt en de beelden ziet van de aanwezige demonstranten, dan is denk ik het merendeel was gewoon niet in voor een vreedzame demonstratie. Nee. Dit was tuig van de richel dat de boel kort en klein sloeg, daarin meedeed, niks deed om dat te voorkomen. Vervolgens de meest gruwelijke spreekkoren heeft gebezigd, onherkenbaar, we hebben het allemaal gehoord van de collega's. En vervolgens de persvrijheid, en dat vind ik eigenlijk nog het allerergste misschien, totaal in de weg heeft gestaan. Waar was de politie om die pers te beschermen? Ze werden gewoon weggeduwd, ze werden uit het pand gejaagd, ze werden het werken onmogelijk gemaakt. Ik snap er helemaal niks van. Waar was de sterke arm? Want u staat hier toch namens het kabinet om dat te beantwoorden. Hoe kan het dat de pers gewoon niet zijn werk kon doen wat we gewoon verwachten, op zijn minst in een beschaafd land? Ja, voorzitter, ik deel het sentiment. Hè. Het is onbestaanbaar dat we hadden het eigenlijk de twee dingen die mij het meest geraakt hebben is de onveiligheid die Joodse studenten en docenten ervaren. De manier waarop er met onze politie is omgesprongen, die ook gewoon bakstenen, ammoniak naar het hoofd geslingerd kregen. En de manier waarop er met de pers is omgesprongen. Want uiteindelijk, je hebt aan de ene kant het demonstratierecht, maar je hebt ook het belang van de vrije pers. En iedereen moet in vrijheid en veiligheid zijn werk kunnen uitvoeren. En uiteindelijk denk ik dat een aantal zaken snel is geëscaleerd. Ik denk wat dat betreft dat de lokale driehoek zich hier ook nog eens over zal buigen. Zodat ze in het vervolg wellicht ook andere afwegingen in kunnen maken. Maar dat is aan hen. Ik ben daar niet ter plekke, dus ik kan dat ook heel moeilijk beoordelen. De heer Ergin. Honger, bijna 40.000 doden. Voorzitter, wijken die van de kaart worden geveegd en Nederlandse studenten zien dit gebeuren. Nederlandse studenten zien ook dat de Nederlandse regering dit laat gebeuren en zijn daardoor boos en woedend. En
voelen zich machteloos over de gebeurtenissen in Gaza. En ik zou eigenlijk aan de regering willen vragen of de regering begrijpt dat heel veel Nederlandse studenten zich machteloos voelen en woedend zijn over de gebeurtenissen in Gaza. Voorzitter, ik begrijp dat je je zorgen maakt. Ik begrijp dat je je machteloos kunt voelen. Dat heb ik soms ook bij bepaalde vraagstukken die in de wereld plaatsvinden. Maar om dat als excuus te gebruiken, om geweld, excessief geweld te gebruiken, om journalisten aan te vallen, om politiemensen aan te vallen, om een dusdanige onveilige sfeer te creëren waarin medestudenten wegvluchten, waarin medewerkers, ik heb de beelden gisteren van AT5 ook nog eens gezien, medewerkers echt weg moesten vluchten terwijl de boel om hen heen kort en klein werd geslagen, dat is geen rechtvaardiging. Je kunt je nog zoveel zorgen maken om conflicten of andere situaties elders in de wereld, maar dat is geen rechtvaardiging om je hier in Nederland niet aan de wet te houden. Geen enkele rechtvaardiging. Ja, voorzitter, ik hoor geen grijntje begrip, geen millimeter, geen grijntje begrip voor het gevoel van studenten, van het gevoel van machteloosheid. Voorzitter, die studenten die zien dat dagelijks Palestijnen worden uitgehongerd en uitgemoord. Die studenten die zien dat de staatssecretaris namens de regering nota bene alle studenten weg ging zetten als antisemiet. De studenten die zagen de minister van Justitie en Veiligheid alle studenten wegzetten als tuig. En ik zou aan de regering willen vragen, stop met het wegzetten van de studenten als antisemiet. Stop met het wegzetten van studenten als tuig. Ga in plaats daarvan in gesprek met hen. Want als er één ding niet helpt, is dat we het gesprek met elkaar niet aangaan en alleen maar een peloton aan ME sturen om in te rammen op studenten. Dat is het enige wat zeker niet helpt. Ja, voorzitter, ik wil hierop reageren omdat ik hou echt niet bij wat al mijn collega bewindspersonen precies hebben gezegd. Maar ik weet één ding zeker, dat ze niet studenten en masse als antisemiet hebben weggezet. En ook niet andere groepen. Wat is aangegeven, en ik blijf dat herhalen, hè, je zorg tonen, op het scherpst van de steden in debat gaan, dat mag. Dat is belangrijk, dat moet juist in academische kringen kunnen. Maar grijpen naar geweld en ervoor zorgen dat anderen zich onveilig voelen, met bakstenen gaan gooien, met ammoniak gaan gooien. Ja, ik kan het nog wel weer herhalen, maar daar is nooit een rechtvaardiging voor. Nooit. Mevrouw Bikker. Mevrouw Lalle vind ik ook goed hoor. Ja. Sorry hoor. De voorzitter bepaalt. Voorzitter, ook ik wil beginnen eigenlijk met die afschuwelijke oorlog in Gaza die ontzettend veel intense emoties oproept. Dus in die zin vind ik het volstrekt logisch dat studenten zich uitspreken tegen wat zij zien als een heel groot onrecht. Een demonstratie, demonstreren is een manier om uiting te geven aan die frustraties van onrechtvaardigheid en onmacht. Dus de studenten die op een vreedzame manier gebruik maken van dat recht, daar heb ik alle begrip voor. Geweld en vernieling horen daar niet bij en hebben daar ook geen enkele plaats. En uw vraag? Ik ga daar naartoe. Wat ik zag, wat begon als een vreedzame demonstratie, en de minister zei het net ook al, werd gekaapt door een kleine groep die dan vervolgens zinloze vernielingen aanrichtte. Wat heeft deze excessen die dan hebben geresulteerd niet alleen in de sluiting van de UvA, maar Joodse studenten die zich onveilig voelden. Ja. Maar ook dat actievoerende studenten zich niet gehoord voelen. Brengt mij bij mijn vraag. U heeft maar 30 seconden, dat weet u. Wat kan het kabinet doen en de regering om het merendeel van de studenten die hun vreedzaam gebruik willen maken van hun vreedzaam protest, wat kan het kabinet doen om dat te ondersteunen? En wat kunnen we daarbij leren van de andere studentensteden waarbij dat wel op een vreedzame manier gebeurt? Zoals Maastricht, Groningen, Nijmegen. Welke lessen kunnen wij daaruit trekken? Ja, ik ga het tellen als twee vragen, want u bent anderhalve minuut bezig in plaats van 30 seconden. Het spijt me. De minister. Ja, voorzitter, misschien om op dat laatste in te gaan. Een van de dingen die collega Dijkgraaf en ikzelf overigens ook voor de verschillende sectoren in het onderwijs doen, al maandenlang, is in gesprek met instellingen kijken hoe we hen kunnen helpen om de emoties, de ideeën, de gevoelens die er zijn, om die op een goede manier te
tackelen, te behandelen, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat je dat schurende gesprek, of dat nu op middelbare scholen is, maar ook op universiteiten, op een goede manier kunt voeren. Want we praten hier nu vrij zakelijk erover, maar ik geef het je ook te doen wanneer je docent bent op een middelbare school, of inderdaad docent in academische kringen, om met al die emoties om te gaan. Dat vraagt nogal wat, dat realiseren we ons. En we hebben allerlei handreikingen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat scholen en universitaire instellingen, hogescholen, daarmee aan de slag kunnen gaan. Want ik denk dat het belangrijk is dat je het gesprek blijft voeren. Daar zijn we het over eens. Die emoties, die gevoelens, het is belangrijk om dat te kunnen bespreken. Maar altijd met respect en altijd binnen de kaders van de wet. Wij zullen dat blijven faciliteren. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. Als je de boel sloopt, als je oproept tot intifada en dat op muren schrijft, als je zegt dat Israël volledig moet bestaan uit een Arabisch bestuur, dan is dat niet het pad naar de vrede. Als je politieagenten bekogelt met stenen, als je ammoniak over politieagenten heen gooit, zie ik niet in hoe dat het pad is naar de vrede. En als je lijsten verstrekt over Israëlische universiteiten met wie je samenwerkt, waar juist ook de oppositie tegenover een regering soms klinkt, als daarnaar geëist wordt, zie ik niet in wat daarin het pad is naar de vrede. Voorzitter, mijn vraag is, hoe pakt de regering juist die relschoppers aan die vernielen, die zich antisemitisch uiten, en ook die relschoppers die telkens opnieuw de boel verstieren die geen student zijn? Wat gaan we daar de komende dagen van merken? Nou, volgens mij, voorzitter, in antwoord op wat mevrouw Bikker zegt, ik heb daar eerder een toespeling op gemaakt, dat is inderdaad de relschoppers aanpakken. En dat is iets wat politie en justitie doen en zullen doen en moeten doen. En dat zal nog best ingewikkeld zijn, want mensen waren toen ter plekke en nu is iedereen weer op andere plekken, maar die beelden worden bestudeerd. Daar wordt werk van gemaakt, want het is heel belangrijk. Inderdaad, de weg naar vrede ga je niet bereiken door relschopperij en vernielingen en geweld. Dus de mensen die eigenlijk het debat kapen, die ook het vreedzame studenten onmogelijk maken om hun stem te laten horen en andere opzadelen met een ontzettend dreigende situatie, die moeten we inderdaad aanpakken. Dat is, zeg ik er ook maar bij, niet iets wat je vanuit de onderwijskolom kunt doen, maar justitie, politie en justitie zijn daar volop mee bezig. Ja, voorzitter, en in dat licht, we hebben hier in deze kamers een wet vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat gezichtsbedekkende actievoerders, relschoppers, whatever gezien. En het bevreemdt me dat dit is vastgesteld en dat daar niet wordt gehandhaafd. Dus ik ben benieuwd hoe de minister dat ziet, welk vervolg dat zal krijgen. En wat mij betreft wel dat pad naar de vrede is, dat is wat we gisteren zagen op het Katshuis. Waar we Joodse minderheid horen, in bescherming nemen en normerend optreden. En ik hoop van harte dat dat ook zal bevorderen dat we weer het gewone, het goede en het broodnodig academische debat voeren over de toekomst van het Midden-Oosten. Ja. Ik sluit me volledig aan bij de laatste woorden van mevrouw Bikker en wil haar ook bedanken, want zij heeft het initiatief genomen voor die sessie in het Katshuis. Ik heb begrepen dat dat inderdaad een heel waardevolle sessie was die ongetwijfeld op allerlei vlakken een vervolg gaat krijgen. Over die wet over gezichtsbedekkende kleding, daar weet ik eerlijk gezegd het fijne niet van. Wat ik wel weet is dat onder andere in het protocol dat de universiteiten en hogescholen hebben opgesteld, dat dat nadrukkelijk wordt verboden. Dat ook daarin wordt gezegd van demonstreren, ja, maar met open vizier. De heer Dijk. Voorzitter, dingen vernielen, jodenhaat, antisemitisme, geweld, onacceptabel. Onacceptabel, en het werkt averechts bij demonstraties, onacceptabel. Maar het is ook onacceptabel dat 35.000 Palestijnse mensen zijn vermoord, waarvan 14.000 kinderen, dat een stad in het zuiden van de Gazastrook, dat daar mensen verdreven worden naar een kustplek waar ze eigenlijk geen onderdak en helemaal niets hebben. Onacceptabel is dat. En dat wordt hier wel geaccepteerd. Het wordt hier geaccepteerd dat dat gebeurt. Dus ik vind het fantastisch dat al die mensen zich uitspreken. Meer dan terecht. Geweld is onacceptabel.
Ja. Maar ik wil ook de uitspraken horen, ook in deze Kamer, ook van deze minister, dat het onacceptabel is wat er nu in Gaza gebeurt. Voorzitter, wat dit kabinet doet en onze minister van Buitenlandse Zaken is daar vrijwel dagelijks mee bezig, onze premier ook, om heel duidelijk te maken dat de situatie in het Midden-Oosten, de humanitaire crisis die zich daar voltrekt, dat ook onacceptabel is. En dat daar oog voor moet zijn en doet alles wat het kan om ook Israël daarvan te doordringen. En om ervoor te zorgen dat de onschuldige mensen in Gaza, dat die de hulp krijgen die ze nodig hebben. Voorzitter, ik begon hiermee in mijn eerste vraag, omdat ik gisteren in Groningen was bij de demonstratie. En ik heb daar heel veel studenten gesproken die zich keurig gedroegen, die een keurig protest hadden, die geen mondbedekking op hadden. Want dat doe je namelijk niet als je protesteert en laat je zien, je demonstreert jezelf, dat je iets niet accepteert. En dan is mijn slotvraag en mijn slotopmerking naar al die mensen die vreedzaam protesteren: blijf dat doen, want het is onacceptabel wat er gebeurt in Gaza. En mijn vraag aan deze minister is, want ik heb daar tot nu toe eigenlijk van alle andere vragen die erover gesteld zijn een waardeloos antwoord gehad. Hoe gaat u ervoor zorgen dat die mensen die de demonstraties verpesten, dat die echt gepakt worden? Voorzitter, volgens mij, kijk, het feit dat de heer Dijk niet blij is met of niet tevreden is met mijn antwoord, wil niet zeggen dat ik daar geen antwoord op heb gegeven. Ik heb alleen volstrekt duidelijk gemaakt dat ik sta hier als minister voor primair en voortgezet onderwijs. Vanuit het onderwijs kunnen we daar verder niets aan doen. Maar de collega's die zich bezighouden met justitie en veiligheid, die zijn daar volop mee bezig. Want precies wat de heer Dijk zegt, vreedzaam protesteren moet altijd kunnen, maar de raddraaiers, de railschoppers moeten ter verantwoording worden geroepen en moeten worden gepakt. Nee, de heer Van Houwelingen. Ja, dank u voorzitter. Mogelijk onder druk van die gemaskerde Engels sprekende demonstrant heeft de Universiteit van Ufa, we hebben het al een paar keer over gehad, mogen een lijst vrijgegeven met Israëlische instellingen. En daarbij wordt natuurlijk het beeld gewekt dat Joodse studenten, Joodse medewerkers verantwoordelijk zouden zijn voor wat Israël doet. Wat natuurlijk heel verwerpelijk is. Nou is mijn vraag aan de minister, is de minister het met mij eens dat alleen al daarom het eigenlijk heel verwerpelijk en onacceptabel is dat universiteiten dat soort lijsten vrijgeven? Hoe kijkt de minister daar tegenaan? Ja, kijk, het begint er eigenlijk mee dat ik het heel vreemd vond om in gesprek te gaan met gemaskerde mensen. Dus wat mij betreft was dat überhaupt niet gebeurd. De informatie die is vrijgegeven, die is overigens ook vrijelijk beschikbaar. Je kunt op sites inderdaad zien met welke universiteiten wereldwijd er samenwerkingsverbanden zijn, enzovoort, enzovoort. Het besluit van het college om die lijst te geven, ik weet niet of ik het zou hebben gedaan, maar goed, dat is gebeurd. En nogmaals, die informatie is ook openbaar beschikbaar. Ja, maar dan toch even, voorzitter. Kijk, de reden dat Joodse studenten en Joodse medewerkers zich zo bedreigd voelen is omdat zij natuurlijk verantwoordelijk worden gehouden, wat heel verwerpelijk is, vind ik, voor wat Israël doet. Je kritiek hebt op de Israëlische staat, dat is prima, maar dan hoor je Joodse studenten, Joodse Nederlanders natuurlijk niet verantwoordelijk voor te stellen. Dat is heel erg. Dat is een groot probleem. En door dit soort lijsten vrij te geven, vererg je natuurlijk, dan ga je helemaal mee in dat frame. Dus ik ben enigszins verbaasd, voorzitter, dat de minister niet inziet dat het een heel groot probleem is. Ik vraag me dan ook af, tot slot, voorzitter, wat gaat de minister, wat gaan universiteiten nou doen om dat verschil duidelijk te maken tussen Joodse Nederlanders en Joodse medewerkers, Joodse studenten, die natuurlijk op geen enkele wijze verantwoordelijk zouden moeten worden gesteld voor wat de Israëlische staat, en daar kun je kritiek op hebben, daar ben ik met iedereen eens, doet. Ja. Ja, voorzitter, ik ben het helemaal eens met wat de heer Van Houwelingen zegt over het feit dat de Joodse staat bepaalde dingen doet. Daar kun je de Joden wereldwijd en ook de Joden in Nederland niet voor aansprakelijk stellen. En daar mag je überhaupt niemand verder persoonlijk op aanspreken. Hè, op de manier waarop sommigen dat hier doen. Volgens mij heeft onze premier dat een paar weken geleden uitstekend verwoord, precies op die manier. Het is niet aan de orde om mensen hier ter verantwoording te roepen voor zaken die daar gebeuren. Laten we dat vooral niet doen. Het importeren van een conflict hier en individuen hier aansprakelijk verantwoordelijk stellen, dat is gewoon niet aan de orde. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is volstrekt vanzelfsprekend dat geweld tegen andere mensen, intimidatie, geweld tegen politie, het belemmeren van de vrije pers, antisemitisme, dat volstrekt onacceptabel is.
En in de beantwoording van de minister dacht ik, oh, eindelijk een goed geluid vanuit het kabinet. Ze maakte onderscheid tussen de vreedzame studentenprotesten en de relschoppers die zich schuldig maken aan dit gedrag. Maar op het moment dat ze een vraag kreeg over de oorzaak van deze protesten, waarom mensen willen demonstreren, namelijk de oorlogsmisdaden die de staat Israël pleegt in Gaza, toen was ze meteen weer weg van dat onderscheid. Toen zei ze meteen, ja, maar dat is geen excuus voor geweld. Ja. En ik wil van de minister horen, we hebben gezien dat ook kabinetsleden alle protestanten, alle demonstranten over één kam hebben geschoren, ze beschuldigd hebben van antisemitisme, van geweld. En ik wil dat de minister dat hier corrigeert. Ja. Ja, voorzitter, het enige wat ik hier ga doen is herhalen wat ik eerder heb gezegd. Namelijk dat de vrijheid om te demonstreren, dat dat een groot goed is. En dat ik me heel goed kan voorstellen dat jongeren, studenten en allerlei mensen zich zorgen maken om allerlei conflicten in de wereld. En dat ze daar voor de straat op gaan of op andere manier hun mening kenbaar maken. Maar de demonstraties kapen en dan inderdaad overgaan tot geweld, tot intimidatie, daar trek ik de grens. Dat is onacceptabel. En dat betekent niet dat anderen niet mogen demonstreren. Als je vreedzaam demonstreert, ik zei dat ook even in de uitwisseling met de heer Paternotte, ik zou studenten vooral willen oproepen om hun stem te laten horen op allerlei thema's. Dat is heel waardevol. Maar op het moment dat je buiten de wet omgaat, dat je geweld tegen journalisten, politieagenten en ook anderen laat zien, ja, dan moet je een grens trekken. Daar trekken we de streep. En dan maakt het wat mij betreft niet uit wat het onderwerp, wat het thema is. Want er zijn allerlei zaken waar je voor zou willen strijden of waar je mening over hebt of een sterke emotie. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier dat er geweld wordt gebruikt. Ja, voorzitter, dat zijn we eens. Maar dan verwacht ik ook van het kabinet en van kabinetsleden dat ze zich daaraan houden. En niet impliciet vreedzame studenten wegzetten als geweldplegers, relschoppers, hooligans. En ik verwacht ook dat het kabinet zijn eigen rol in deze onrusten goed durft te benoemen. Het is niet alleen omdat de regering Netanyahu oorlogsmisdaden pleegt in Gaza, 35.000 doden. Het is ook omdat Nederland, dit kabinet, Netanyahu de hand boven het hoofd houdt. Hoe gefrustreerd denk je dat mensen zijn om te moeten kijken naar een genocide en dat hun eigen regering wegkijkt? Ik blijf bij mijn antwoord dat je altijd je mening mag laten horen, dat je hardgrondig met elkaar oneens mag zijn en dat ook in een stevig debat mag laten doorklinken. Dat mag. En dat is een groot goed dat we dat in Nederland kunnen, zeg ik er maar bij. Er zijn heel veel plekken in de wereld waar dat niet kan. Maar dan is nog steeds de grens dat wanneer je overgaat tot geweld, tot intimidatie, tot vernieling, tot vandalisme, dan wordt daar de streep getrokken. Punt. Punt. Tot zover dit onderwerp.